Regen, regen, regen. Het weer is slecht tijdens het begin van de 811e Zuidlaardermarkt. Maar het aantal paarden dat naar de markt wordt gebracht valt niet tegen. Ongeveer 2100. En dat zijn er 50 meer dan vorig jaar. Paarden in alle maten en rassen. Een Falabella, Mini Shetland, de Shires, Tinker, van alles. De nacht van Zuidlaren is volgens de politie zeer rustig verlopen. Eén man wordt opgepakt voor mishandeling en iemand krijgt een bekeuring voor wildplassen. De laatste feestgangers gaan pas naar huis als het al licht begint te worden. Ja, het was wel gezellig, ja. Absoluut. Zo meteen naar huis? Nee. Nog even naar de markt en daarna pas naar huis. Nee. Het is al 7:30, hè? Nou, hè. Je bent jong, ja. En als de laatste feestgangers naar huis gaan, loopt Zuidlaren vol met marktbezoekers. Sommigen komen speciaal voor de paarden, anderen voor de gezelligheid, maar ze trotseren allemaal de regen. Kijk, ze vroegen dan net naar 800 voor een beestje. Ja, dat je eigenlijk voor 3,5 jaar aan hebben moet. Want je koopt hem op de markt, kan er ook nog wel wat aan markeren dat je niet ziet hier. Wat een drukte hier. Ja, er komt het mooie weer. Daarom staan ze allemaal lekker droog. Lekker warm, kacheltje in de nek. Ja, wat moet je anders? Heb je deze nou net gekocht of ga je hem verkopen? Hij is gewoon weggelopen. Okay. Het is vondeling, ja. Dus je weet niet van wie die is? Nee. Je moet hier gewoon blijven wachten totdat de eigenaar er is. En anders halen de mensen van de organisatie hem op. De regen blijft vallen. En dat merken vooral de handelaren in hun portemonnee. Ja, slecht. Het regent en de prijzen zijn slecht. Paarden worden niet verkocht. Niet goed. De paarden tonen ook niet. Het is wat druilerig. Nou ja, de mensen lopen in één versnelling door en geen kopers. Regen of geen regen, de organisatie van de Zuidlaardermarkt blijft positief. Dat is oktober, dan kun je dat verwachten. Maar ik heb op buienradar gekeken, rond 12, dan klaar het op en dan is het weer oké. Okay. Ja. Maar dat deert niet de bezoekers. Want ondanks die zware regen, behoorlijk wat mensen op de waardemarkt en paardenmarkt. En de marktmeester krijgt gelijk. 'S Middags klaart het op. En het blijft nog lang druk op de grootste paardenmarkt van West-Europa.